Himnematon vumanaim shel vetachim gam yachad. Welkom bij het kanaal van O Abram. In deze vlogreeks bespreek ik in het kort de wekelijkse Torah gedeelte. Zoals voor veel van jullie kijkers bekend is, wordt de Hebreeuwse Bijbel in jaarcyclus gelezen tegenwoordig. En er wordt dus elke week een stukje van de Hebreeuwse Bijbel bestudeerd. In deze vlogreeks wil ik ook dan met name de universele dimensie benadrukken. Dus wat zegt dit gedeelte aan, wat kan dit gedeelte zeggen voor elk mens? Ook atheïsten, niet-joden, moslims, christenen, maakt niet uit. Dus deze sidra heet Noach en is vernoemd dus naar Noach. He, zoals we allemaal weten van het verhaal van de zonvloed, he, dat hij door Hashem werd uitgekozen om een nieuw begin te maken. En wat denk ik belangrijk is om te beseffen, is wat maakt Noach anders dan de rest van de mensheid? En er wordt gezegd dat hij dus een rechtvaardig mens was in zijn generatie. Dat is één. En Ef Ha'olim het Heleg Noach. En hij liep met de eeuwige. Dat wordt dus met elkaar in verband gebracht. Rechtvaardig zijn en met de eeuwige lopen. En we hebben het dan nog ineens dus over de typisch Joodse levenswijze van Shabbat, kosher eten en dat soort zaken. Gebedsriemen, etc. Dus Noach was al rechtvaardig, zonder al dat, zeg maar, de Joodse praktijk. En liep al met de eeuwige, nogmaals, zonder een Hebreeuwse kalender. Met al de feestdagen en dergelijke. Dat betekent dus dat elk mens rechtvaardig kan zijn en met de eeuwige kan lopen, zonder dat je, zeg maar, de Joodse bagage met je meedraagt. Dat is wat we hier dus al lezen en zien staan. En de vraag is dus voor elk mens, hoe loop je, hoe loop je met de eeuwige? Wat is je levenswandel? En rechtvaardigheid hoort daar dus kennelijk, is daarmee verbonden. En ik denk dat voor heel veel mensen dit eigenlijk, als we gewoon... als we over nadenken, dit wel kunnen vatten. Omdat rechtvaardigheid, we zien dus hier dat het een rechtvaardige niet-Israëliet betreft. Dus het gaat om een rechtvaardigheid die niet behouden is binnen een groep. Het gaat dus om een rechtvaardigheid in ogen van de eeuwige, die, zoals we al gezien hebben bij Bereshit, het eerste Torah-gedeelte, elk mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Rechtvaardigheid heeft dus te maken met het kunnen goed doen aan andere mensen zonder te kijken naar welke groepsafkomst ze hebben. Kun je inderdaad de mens zien als een mens benaderen als een goddelijk schepsel, als iemand die in zijn evenbeeld geschapen is. Als je dat kunt doen, dan loop je met de eeuwige en als je vergemakkelijk dat, bevordert dat ook het rechtvaardig behandelen van die andere persoon. Voor ons in de Nederlandse cultuur is dat makkelijker om te begrijpen. We zitten in een cultuur die niet particulier is ingesteld. Wij vinden dus ook dat in onze dat wetten moeten gelden voor alle, voor iedereen. Dus we hebben universele benaderingen van hoe wet hoort te werken. Je hebt samenlevingen die hebben een sterk particuliere insteek. Dus de wetten en regels gelden niet voor mijn vrienden. Daar maak ik uitzonderingen voor. Dus in onze Nederlandse cultuur kunnen we dit eigenlijk vrij makkelijk begrijpen en vrij makkelijk toepassen. Alleen je moet er wel even bewust van zijn dat belangrijk is. En ik denk dat het ook gewoon goed is voor mensen die dus de Hebreeuwse, die houden van de eeuwige, zich graag laten inspireren door de Torah, de Hebreeuwse Bijbel, ook beseffen dat deze dimensie ook heel duidelijk staat in de Torah. Dat ook als je dus geen Joodse bagage met je meetorst, je rechtschapen kunt zijn en kunt lopen met de eeuwige.
En het heeft alles te maken met hoe je verhoudt tot de mensen om je heen, ongeacht hun afkomst. Leila.